incident in de Lelystadse wijk Punter vorig jaar heeft problemen bij de veiligheidsregio blootgelegd. Er zijn cruciale verbeterpunten. Het voorstel van de arbeidsinspectie om te stoppen met het aantrekken van arbeidsmigranten is tegen het zere been van enkele Flevolandse ondernemers. Zij zeggen dat de arbeidsmigranten juist hard nodig zijn. En de tulpenroutes die elk jaar worden georganiseerd zijn dit jaar minder druk bezocht dan voorgaande jaren. Dit komt onder meer door de hoge brandstofprijzen. Het is maandag 9 mei. Dit is Flevoland. Goedenavond. Als er een ramp plaatsvindt, heeft de veiligheidsregio de zaken op cruciale onderdelen niet op orde. Dat blijkt uit een evaluatie over de ontruiming van de wijk Punter in Lelystad een jaar geleden. De veiligheidsregio concludeert dat de hulpverlening adequaat was, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Na vragen van Omroep Flevoland blijkt dat het dan wel gaat om cruciale verbeterpunten. In de wijk kwam op 8 en 9 mei vorig jaar een penetrante lucht van een explosief mengsel uit het riool. Honderden mensen moeten hun huis verlaten en worden ondergebracht bij familie in een hotel of in een sporthal. Het RIVM heeft verschillende chemische stoffen gevonden. Het gaat om geraffineerde aardolieproducten zoals benzine en het licht omvlambare propeen. Er is een serieus probleem hier in de wijk Punter een jaar geleden. Er is kans op een explosie en de veiligheidsregio schaalt op naar een grip 1 situatie. Dat is een crisis waarbij de hulpdiensten moeten samenwerken om de situatie de baas te worden. De leiding hier in de wijk praat niet met een speciaal vrijgemaakte centralist in de meldkamer. Het afkondigen van een grip 1 is juist bedoeld om die communicatie te stroomlijnen. Iets dat dus niet gebeurde. En zo stapelen de verbeterpunten zich op in de evaluatie van de veiligheidsregio. De calamiteitencoördinator gebruikt niet alle netwerkkaarten. Op zo'n netwerkkaart staat precies wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is bij een dreigende ramp. En welke overheidsdienst verplicht is om zaken te regelen. Niet alle beschikbare diensten worden dus adequaat aangestuurd, concludeert de veiligheidsregio zelf. De situatie in Punter verslechtert en de hulpdiensten schakelen naar grip 2. In die noodsituatie wordt er een regionaal operationeel team ingezet. Dat werkt vanuit een regionaal crisiscentrum. Er worden specialisten ingevlogen. In dit geval het waterschap. Dat gaat immers over de verwerking en zuivering van het rioolwater. Maar het waterschap Zuiderzeeland zegt in de evaluatie dat de brandweer niet gevoelig is voor adviezen vanuit het waterschap. Terwijl de situatie in Punter nog niet onder controle is, loopt het allerminst soepel in het crisiscentrum. De wifi werkt te ingewikkeld, zodat de hulpverleners er niet opkomen. De voorlichter wordt onterecht weggestuurd en later weer teruggeroepen. En er is geen vervanging geregeld voor personeel wanneer de uren verstrijken. De richtlijnen van het NL-alert op de telefoon worden niet gevolgd, waardoor niet iedereen het alarm krijgt. De teksten in het NL-alert zijn onbegrijpelijk en slecht leesbaar. En het tweede alarm wordt te laat verstuurd. Al met al flinke verbeterpunten op cruciale onderdelen. De brandweer werkt inmiddels aan de relatie met het waterschap. En van fouten kun je leren, zegt de veiligheidsregio. Er worden aan de hand daarvan al bepaalde zaken verbeterd. En ieder grootschalig incident is anders en dan gaat het niet altijd volgens het boekje, laat de woordvoerder weten. Wat er nu een jaar geleden hier uit het riool omhoog kwam en hoe het er kwam, we weten het niet. Het Openbaar Ministerie is het onderzoek gestopt, de riolen zijn doorgespoeld en het waterschap heeft het vervuilde water gezuiverd. Verschillende ondernemers en uitzendorganisaties in Flevoland zijn bezorgd over een voorstel van de arbeidsinspectie. Die wil het aantal arbeidsmigranten in Nederland beperken. Een tekort aan buitenlandse arbeiders zou kunnen leiden tot minder productie of zelfs verplaatsing van een bedrijf naar het buitenland. In Flevoland zijn er vooral veel arbeidsmigranten in de agrarische sector, de metaalindustrie en de visverwerking. Hier op Urk in de visindustrie is meer dan de helft arbeidsmigrant. Ja. Maar volgens het jaarverslag van de arbeidsinspectie is de druk van arbeidsmigratie van sterke invloed op verschillende problemen in Nederland. Zoals de woningmarkt, ongelijkheid, CO2, stikstof en watergebruik. Het aantal arbeidsmigranten zou daarom beperkt moeten worden. Ja, het is een beetje, denk ik, een waanzinnig idee om het zo te stellen dat als je de arbeidsmigranten beperkt, dat je daarmee andere problemen op gaat lossen. Wij hebben voor onze industrie hebben we gewoon handjes nodig. En of dat nou arbeidsmigranten zijn of mensen uit Nederland of
uit de regio. Ja. Ze moeten toch aan de slag. Het werk moet gedaan worden. Je gaat niet zeggen van, ja, we hebben minder handen, dus we gaan de helft van onze productie stilleggen. De CO2-uitstoot blijft hetzelfde, want die bedrijven, ja, die moeten hun productie realiseren. Ze zijn gewoon keihard nodig. Ja, we hebben ze keihard nodig en dat merken we nu al. En daarom zijn we ook op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe huisvesting voor deze groep van werknemers. Voor ons bedrijf betekent het dat wij minder mensen hebben en dat we vaker nee moeten verkopen aan onze klanten. Dus het probleem zal vooral bij onze klanten liggen. Dus Wat betekent dat voor bedrijven die heel sterk afhankelijk zijn van arbeidsmigranten als er minder komen? Als er minder mensen zouden komen, zou dat betekenen voor deze bedrijven dat ze een productie hier niet meer kunnen laten plaatsvinden. En ja, dan zullen sommige productiefaciliteiten moeten verhuizen naar het buitenland. Ja, dus het is eigenlijk ook gewoon slecht voor onze economie? Dat denk ik wel, dat het vooral voor onze economie en voor onze ondernemers slecht is. Ook vindt de arbeidsinspectie dat de huisvesting van arbeidsmigranten in toenemende mate miserabele woonsituaties oplevert. Maar volgens de ondernemers is dat makkelijk op te lossen door goede woonruimte. Vooral voor woonruimte, wat daar denk ik een goed middel is om de arbeidsmigranten die hier tijdelijk zijn niet te laten wonen in woningen waar de Nederlanders zelf ook in willen wonen. Dus doe alternatieve woonruimte voor ze. Wij als uitzendbureau, als werkpost zitten hier ook mee bezig. We hebben verschillende projecten hiervoor lopen. Alleen we hebben wel de medewerking van de gemeentes hiervoor nodig. Het is ook een eis van onze leden dat hun werknemers goed gehuisvest zijn. Want wij zitten natuurlijk niet op die Indianenverhalen te wachten die in de media leest van misstanden met arbeidsmigranten. Want dat komt ons imago als visindustrie ook niet ten goede. De mobiele ontgassingsinstallatie die overmorgen bij overslaghaven Flevokust bij Lelystad wordt getest, is een goed begin, maar zet geen zoden aan de dijk. Dat zegt binnenvaartschipper Ton Quist. Hij is de klokkenluider die eind vorig jaar vertelde dat er honderden keren per jaar varend ontgast wordt voor de kust van Flevoland. En daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Dat er nu wat gebeurt, is aan zijn volhardendheid te danken. Quist is woensdag ook te gast bij de test met de installatie. Ik ben wel blij, alleen ik ben pas blij op het moment dat er besluiten worden genomen. En niet eindeloos discussiëren en mensen aan een lijntje houden en nog eens een rapportje en nog eens een onderzoekje. Voeg gewoon de daad bij het woord. Schipper Ton Quist is een paar dagen vrij. Hij woont vlakbij de Oosterschelde. Quist maakt zich al tijden boos over het varend ontgassen. Hij wil dat het zo snel mogelijk wordt verboden en dat daarop ook wordt gehandhaafd. Ik hoop ook dat iedereen enthousiast wordt en dat er meer mobiele ontgassingsinstallaties komen. Want zolang er geen ontgassingsinstallaties zijn, dan krijgen we dus de situatie dat in een gebied als dit, het Oosterscheldegebied, wat een natuurreservaat is, dat er dus nog steeds volop ontgast wordt. Nou, dat kunnen we alleen maar voorkomen door voldoende ontgassingsinstallaties te bouwen. En dan misschien het allerbelangrijkste. Ontgassingsinstallaties kunnen alleen maar effect hebben wanneer het verboden wordt dat er in de vrije atmosfeer nog wordt geventileerd. Het gas dat nu naar buiten wordt geblazen is zwaarder dan gewone lucht en komt dus potentieel op bewoond gebied neer. Quist vindt het vreselijk en probeert het op alle mogelijke manieren onder de aandacht te brengen. Hij haalt er bijvoorbeeld artikel 1 van de grondwet bij. Daarin staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Waarom is een burger in Almere niet beschermd, wettelijk, conform de grondwet, tegen de uitstoot van die schadelijke stoffen? En waarom een burger in Rotterdam wel? En dat komt omdat de overheid een kaartje heeft ingekleurd en die heeft gewoon met de natte vinger gezegd, nou Almere, nou dat maken we groen. Daar mogen tankers ongelimiteerd ontgassen. En Rotterdam, nou dat maken we maar rood, want er wonen zoveel mensen. Maar dat maakt niet uit, al woont er in Almere maar één persoon achter de Oostvaardersdijk. Die ene persoon heeft net zoveel recht op bescherming door de overheid als die 100.000 of 400.000 of 600.000 in Rotterdam. Quist is vol lof over gedeputeerde Cora Smelik van Flevoland. Volgens de binnenvaartschipper ziet zij het gevaar van het ontgassen en wil ze het aanpakken. Maar dat is niet makkelijk. Het verbaast mij dus dat een ministerie nog steeds zegt van ja,
provincie Flevoland en andere provincies, die hebben wel een verbod dat schepen niet mogen worden ontgassen. Maar daar hebben die provincies helemaal niks over te vertellen, want het is ons vaarwater. Dan denk ik, is het ministerie het dan niet eens met het RIVM? Twijfelt het ministerie, twijfelt de minister aan de uitspraken van het RIVM? De landelijke overheid wacht op een Europees verbod en wil het in Nederland nog niet eerder verbieden. En daarmee kan het nog jaren duren voordat het zover is. Ik denk toch dat iedereen wel tot het inzicht komt dat dit niet langer kan. Op het moment dat je aan de ene kant zegt van joh, die houtkachel bij jou, dat kan niet, want dat is slecht voor het milieu. En aan de andere kant van de dijk vaart er een tanker voorbij en die blaast 8000 kubieke meter kankerverwekkende stoffen de lucht in. Dan ben je niet meer geloofwaardig. Tom Christy had het in de reportage over een kaart waarop groene vaarroutes staan waar ontgassen gedoogd wordt en rode routes waar dat verboden is. Die groene routes zijn nu oranje, waarmee het duidelijker is dat het niet de bedoeling is. Maar in de praktijk maakt het dus niets uit. Bij een steekpartij in een woning aan de Staalstraat in Emmeloord is aan het begin van de middag iemand gewond geraakt. Volgens de politie is in diezelfde woning een verdachte aangehouden. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn. Vlak na de melding van de steekpartij werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek achteraf niet nodig. De aanleiding voor het steekincident is nog niet duidelijk. De leraar van het Buitenhout College in Almere Buiten, die beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, kan weer aan het werk. Een onafhankelijk onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de medewerker grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Dat meldt de woordvoerder van de school. Begin februari kwam er bij de schoolleiding een klacht binnen over de man. Hij werd op non-actief gesteld en er werd onafhankelijk onderzoek gedaan naar de beschuldigingen. Uit dat onderzoek blijkt nu dat de leraar geen grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. In een woning aan de Noordzeestraat in de Waterwijk in Lelystad is maandagmiddag brand uitgebroken. De politie vermoedt dat in het huis een hennepplantage staat, maar agenten kunnen nog niet naar binnen vanwege de rook. De eigenaar van de woning was niet thuis op het moment van de brand. Er raakte niemand gewond. Rijkswaterstaat verhoogt het peil van het IJsselmeer met een paar centimeters vanwege de aanhoudende droogte. Waterwindbedrijven en de waterschappen kunnen daardoor water uit het meer aanvoeren als dat nodig is. Het neerslagtekort is op dit moment op een niveau dat maar eens in de 20 jaar voorkomt en dat neemt sterk toe. Waterschap Zuiderzeeland verwacht desondanks in Flevoland nog geen problemen die door de droogte veroorzaakt worden. Alleen in het westelijk deel van de Noordoostpolder wordt water vanuit het IJsselmeer aangevoerd. Door de lage ligging is extra aanvoer van het water in de rest van de provincie niet nodig. De tulpenroutes in Flevoland zijn dit jaar minder druk bezocht dan voorgaande jaren. De hoge brandstofprijzen zouden hiervan de oorzaak zijn. Hoeveel bezoekers de gekleurde bollevelden dan wel hebben bezocht, weet de organisatie nog niet. Dit is een van de weinige velden in Flevoland waar de tulpen nog volop bloeien. Een fotogenieke plek waar de afgelopen weken dus minder bezoekers voor kwamen. Het opvallende was dat we dit jaar wat minder bezoekers op de autoroutes hebben gehad. We denken toch dat de brandstofprijzen daar invloed op hebben gehad. En dat men wat eerder de fiets pakte. Het weer nodigde natuurlijk ook uit om de fiets te pakken. En de wandelroutes zijn ook volop belopen. De organisatie is, ondanks de lagere opkomst, tevreden over hoe het evenement is verlopen. Het was leuk, het was gezellig. We hebben heel veel zon gehad, we hebben hele mooie velden gezien. Dus ik denk dat er heel veel mensen van genoten hebben. Op dit perceel staan de knalgele tulpen nog te bloeien. Maar als je goed kijkt, duurt het ook hier niet heel lang meer. Zoals je ziet beginnen de blaadjes al wat te krullen. En dat betekent dat de blaadjes bijna gaan vallen. En voor die tijd dat ze vallen, moeten ze eerst gekopt worden. Want mochten de blaadjes in het gewas vallen, dan krijgen we weer ziektes en dan krijgen we geen sterke tulpenbol. Daardoor kan het zo zijn dat sommige velden langs de tulpenroute er zo uitzagen. Een veld vol met groene stengels. En nog gekopte bloemen in de paadjes ernaast. Ook de bezoekers van de tulpenroute vielen dat op. Ja, zeker. Dat is wel een van de reacties die we krijgen. Van, kun je niet tegen die tulpenboer zeggen dat ze wat later... Maar ja, dat is helemaal aan de tulpenboer. Het gaat om zijn inkomsten. En hij bepaalt wanneer het moment daar is om de tulpen te koppen. En daarnaast heb je ook tulpensoorten die gewoon eerder beginnen met bloeien. En de vroege tulpen die zaten ook al, voordat we begonnen met de tulpenroute, kwamen die ook al in bloei. En je moet eigenlijk zo zien dat de bloei ongeveer 10 tot 14 dagen is. En dan worden ze ook echt gekopt. De tulpenteler is er dan echt aan toe om ze te koppen. Dus we kunnen helaas dan niet langer genieten van de kleuren.
Toch bleek het merendeel van de bloeiende tulpen prima te bezoeken. Al met al hebben we, hebben we heel veel blije gezichten gezien. Hele leuke reacties gekregen van mensen die zeiden van... Goh, ik heb Flevoland op een hele andere manier leren kennen. Van ja, we kwamen hier over de A6 en we dachten laten we toch maar eens even gaan kijken. Nou, en dat is wat wij als Tulpenroute Flevoland pretenderen. Wij willen die mensen van die A6 krijgen en het buitengebied van Flevoland promoten. Volgend jaar wil de organisatie weer bezoekers van de A6 afhalen en de polder insturen. Want ook dan is het plan om weer een tulpenroute te maken. Boer Arjen Verschuren uit Zeewolde vindt het zonde dat het graan dat in Flevoland groeit bijna altijd als veevoer wordt gebruikt. Dit zou komen omdat ons klimaat niet geschikt zou zijn voor tarwe voor mensen. Onzin, zegt Verschuren. Het liefst wil hij dat we in heel Nederland lokaal tarwe gaan verbouwen om brood mee te bakken. Ik denk zeker in de huidige tijd dat we meer zelfvoorzienend weer moeten worden. Dat we daarop door moeten ontwikkelen. Dus blijven uitvinden en doorgaan. En we hebben nu 4 jaar gedraaid. En we hebben elk jaar nog goed, zelfs het laatste jaar waarin de weersomstandigheden eigenlijk minimaal waren, zijn we toch elke keer tot goed brood gekomen. Ook op dit perceel vlakbij Nagelen laat Verschuren graan zaaien. Omdat het weer in Nederland nogal grillig is, is het graan elke oogst net iets anders. En dat is iets waar mensen aan zullen moeten wennen. Dus we moeten meer met de seizoenen mee, met het jaar mee. En als het slecht seizoen is, ziet het brood er misschien net iets anders uit, misschien net een iets andere smaak. Er is dus een minder stabiele opbrengst van het land en de smaak verschilt per keer. Maar dat is niet de grootste uitdaging. Ons brood kost 4,50. 4,50, weet je wel? Dat is veel te duur. Maar ik bedoel, je loopt er wel de hele dag op een paar sneetjes en het is veel gezonder. Ons brood heeft een veel hogere voedingswaarde. En als je bij ons 2 sneetjes eet, bewijs van, dan heb ik al een half brood op uit de supermarkt. Maar gevoelsmatig is dat natuurlijk toch lastig voor consumenten. Ja, maar dat is lastig te kopen, want ik sta niet in de supermarkt dat uit te leggen. Graan, meel en brood. Allemaal uit Flevoland. Verschuren ziet er echt een toekomst in. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die heel bewust kijken naar de toekomst. En daar past dit verhaal dan heel goed in. En die zullen dat brood dan ook gaan kopen. Ik denk dat er een nieuwe markt ontstaat. Ik hoop eigenlijk dat er Flevolandse boeren zijn. En misschien later op andere plekken in Nederland ook. Maar dat er nu boeren zijn die graan willen telen, gaan telen voor ons. En dat we dan naar een soort samenwerkingsverband komen. Want ik hoef niet per se altijd graan te telen. Kan ook niet voor iedereen, zeg maar. Maar dat we wel op die manier een meerwaarde gaan creëren op Nederlands graan. En dit was Flevoland voor vandaag. Ik wens je voor nu nog een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.